Ik liep eens op het stille strand van Zandvoort aan de zee. Toen zag ik plots een grote kist die in de branding leek. Ik viste hem op en keek er eens in en raad eens wat ik zag. Ik zag een knop van hem die in dat kistje lag. Hey, ik zag een knop van hem die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met 7 meter touw. En peddelde ermee naar huis en gaf hem aan mevrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep: een rode vlag! Zeg, smeer hem nou met die! En kom er nooit mee terug! Zeg, smeer hem nou met die! En kom er nooit meer terug! Toen ging ik naar de Lorreman en zei: zeg, kijk eens hier. Ik heb hier heel wat moois voor jou verpakt in bakpapier. Maar weet je wat de Lorreman deed? Die zei: pak uit die koop. Maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Zo was ik 40 jaren lang in weer en wind op sjouw. Maar waar ik met mijn vondst ook kwam, geen mens die hem hebben wou. Ten einde raad nam ik een besluit en ging naar ome Jan. Die schrok zich dood van die en brulde: niks ervan! Die schrok zich dood van die en brulde: niks ervan! En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij tenslotte de moraal? Wanneer je ooit een kist hebt ontdekt die in de branding leidt, blijf dan toch af van mee. Je raakt hem nooit meer kwijt. Blijf dan toch af van mee. Je raakt hem nooit meer kwijt.